Stichting SUEED wil met een inzamelingsactie een bedrag van €140.000 ophalen voor de aanpak van de problemen op de neonatale intensive care unit NICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Voorzitter Giovanni Segge zei vandaag tijdens een persconferentie op de kinderafdeling van het ziekenhuis dat een groter bedrag welkom is, zodat meer gedaan kan worden. We kennen de berichten van vorig jaar nog. De NICU, ook de jaren daarvoor zijn er problemen geweest. En SUEED is een organisatie die duurzame doelen wil ondersteunen. En wat is er duurzaam dan pasgeboren kinderen die extra zorg nodig hebben, de kans te bieden om de best mogelijke zorg te krijgen. Dat is de reden waarom we hebben gekozen voor dit inzamelingsdoel. We hebben contact gemaakt met het AZP. Zeggen geeft verder aan dat er ruim €1 miljoen nodig is om alle problemen op de NICU aan te pakken. Neonatoloog Safir Liesdek zegt dat die inzamelingsactie veel betekent voor het ziekenhuis. En je hoort het al, het is een intensive care unit. Het is niet alleen pap geven of pampers verwisselen. Het is echt kinderen die vechten voor hun leven. Vooral ook de kleine vroeggeboren kindertjes vanaf 27 weken. Die we in leven proberen te houden met alle apparatuur en ook speciale medicijnen die nodig zijn. Moet je voorstellen, deze kinderen worden heel vroeg geboren. Ze zijn eigenlijk heel onrijp. Ze zijn nog niet ready om geboren te worden. Ze hebben allerlei dure medicatie en apparatuur nodig om ze in leven te houden en om ze beter te maken. Dit alles kost natuurlijk heel veel geld. We weten dat het slecht gaat. En we zijn afhankelijk financieel ook van donaties om bepaalde apparatuur aan te schaffen of onderhoudsbeurt te geven of om zelf ook verbruiksmateriaal te kunnen kopen, zodat we ook zorg kunnen blijven bieden. De arts legt uit dat er eerder vanwege brain drain noodzakelijk wat bedden gesloten moesten worden. Nu is er ook meer apparatuur nodig om meer zorg te kunnen bieden.